Welkom bij nog Spellenzolder, dit keer het spel Dragon Riders, uitgegeven door Amigo Games. Het is een spel voor 2 tot 6 spelers waar je ongeveer 1,5 uur mee zoet bent. En in dit spel heeft iedere speler de beschikking over een draak. En met dat draak gaan we tegen elkaar racen over een magisch circuit. Onderwijl vuren wij spreuken op elkaar af en proberen onszelf te beschermen met magie. Degene die als eerste over de eindstreep vliegt, is de winnaar van Dragon Riders. We gaan maar eens kijken wat er in deze doos zit. Het spel is gemaakt door Klaus Jürgen Vrede en Jean Dupuy. Wij krijgen de spelregels. Het spel is in het Duits en in het Engels uitgegeven. Maar er is iemand geweest die heeft de regels vertaald. Die zijn te vinden op Board Game Geek. De regels zelf stellen niet zoveel voor. Het is een kwestie van het opzetten en de verschillende manieren van hoe je kan verplaatsen. En natuurlijk een uitleg nog een keer van de verschillende spreuken die we kunnen casten. Het bord zelf is modulair. We krijgen deze hoeken die we als puzzelstukken samen met deze latjes aan elkaar zetten. En daar binnenin plaatsen we dan ons circuit. En daar kunnen we dan al deze tegels voor gebruiken die allemaal dubbelzijdig zijn en een mooi artwork hebben. Dan hebben wij deze staven. Dat zijn de snelheidsstaafjes. Eigenlijk bepalen die met welke snelheid je hoe ver kan komen en wat je hoek is. Daar gaan we natuurlijk zo meteen verder naar kijken. Mijnen die we kunnen leggen, magische mijnen. Energietokens die we hard nodig hebben. Dit is de snelheidsmeter van elke speler. Jullie zien een reeks draakjes. Elke speler krijgt een draak in zijn kleur. En tot slot hebben wij een stapel magische spreuken. Dit is een kaart als je energie op is, dan ben je tijdelijk even verzwakt. En hier zo kun je de startposities mee randomizen. Dat is wat we krijgen. Tijd om een spel te gaan op. En zo ziet het spel er aan het begin uit. Ik heb hem even opgezet voor 3 spelers. Je maakt een parcours, er staan een paar parcours in de spelregels, maar je kunt ook lekker zelf gaan clearen met de tegels. In principe passen ze allemaal op elkaar. De uiteinden zijn altijd even breed. We hebben hier de startlijn. Jullie zien hier zo 2 draken met een gele lijn er doorheen. En dat is de startpositie. Om te kijken wie nummer 1, 2 of 3 wordt, in een voorbeeld met 3 spelers, natuurlijk heb je meer spelers, pak je meer kaarten. Ga je de startkaarten schudden en je geeft elke speler een kaart. Op die kaart staat jouw startpositie 1, 2, 3, 4, 5, 6. En daar staat hoeveel energie je hebt om mee te beginnen. In mijn geval 2. Daar staat hoeveel spreuken ik aan het begin van het spel heb. 1. En daar staat mijn beginsnelheid, 500. En die zet ik dan bij op mijn snelheidsmeter. Verder heb ik deze kaart niet meer nodig. De andere spelers doen hetzelfde. Je zult zien dat als je verder achteraan staat, dat je meer energie hebt, dat je meer spreuken hebt, maar dat je snelheid wel wat lager is. Verder zien we op het parcours een aantal afbeeldingen. Je hebt hier de gouden kaarten, dat zijn de magische spreuken, en je hebt die blauwe pools, dat zijn energiepools. Als jij tijdens het vliegen met jouw baan of met de basis van jouw draak een magische kaart raakt, dan krijg je een kaart. Je handlimiet is 4. Meer dan 4 kaarten mag je niet hebben. Beëindig jij jouw verplaatsing in zo'n blauwe pool, zo'n energiepool, dan krijg je een energietoken. Dus als je hier doorheen vliegt, dan krijg je niks. Bij de blauwe energiepool moet je daadwerkelijk je beurt beëindigen in zo'n pool. De kaart, daar kun je gewoon overheen vliegen om hem aan te tikken. Je spreekt van tevoren af hoeveel rondjes je speelt. 1, 2, misschien 3. En dan is het maar eens tijd om een stukje te gaan racen. Het race is opgeknipt in 3 stappen. Je begint altijd met de draak die vooraan ligt. En daarbij kun je altijd gebruik maken van die lijnen op het bord om te bekijken welke draak daadwerkelijk vooraan ligt. Is er een gelijk spel, dus staan 2 draken letterlijk even ver vooraan, dan wordt de draak aan de binnenkant van het bord gezien als de draak die als eerste mag verplaatsen. Als eerste gaan alle magiërs in het geheim bepalen wat hun nieuwe snelheid wordt. Je mag daarbij maximaal 300 van je snelheid afhalen of de andere kant natuurlijk op
300 erbij doen. Ja, je hebt die dubbele wijzer, die zwarte wijzer, dat is puur om aan te geven dat andere spelers kunnen zien waar jij vandaan komt. Dus dat je niet vals speelt. Nou, laten we zeggen dat ik zoiets heb van ik wil bijvoorbeeld 800 gaan verplaatsen. Om te zien wat jouw snelheid gaat betekenen, daar heb je deze latjes voor. Die geven aan wat een snelheid van 800 is, deze lat. Maar je mag die lat niet vastpakken en even kijken hoe ver dat gaat komen. Je moet, zonder dat je de latjes aanraakt, dus je mag ze natuurlijk gewoon langs de tafel leggen om te zien hoe groot ze zijn, maar zonder dat je de lat pakt en begint te meten, moet je gokken wat je snelheid wordt. Nou, ik ga lekker overmoedig, ik ga lekker naar 800. Het tweede wat ik mag doen, is ik mag een magische kaart inzetten. Een magische kaart geeft zelf aan of die voor of na of tijdens de verplaatsing actief wordt. Je ziet hier onderaan bij een 1 een draak met een pijl, dat is een verplaatsing. En bij nummer 2 een magische kaart. Oftewel, ik ga in dit geval eerst verplaatsen en daarna ga ik de kaart spelen. De kaart is een vuurbal. De vuurbal heeft een bereik van 600 en wordt naar voren afgevuurd. Dus ik schiet vooruit een vuurbal. Hierzo hebben wij een verplaatsing weer als eerste, daarna de kaart en dan gaan we mijnen leggen. Dus langs de lineaal die jij geplaatst hebt om jouw snelheid mee te bepalen in je afstand, mag je 3 mijnen neerleggen. Dit zijn magische mijnen. Dit is een beschermd schild, dan ben je immuun voor 1 ronde. Hier zie je een aanval die vooruit dan wel achteruit kan gebeuren. En je mag dus zelf bepalen wanneer je deze kaart gebruikt. Nou, en zo staan op al die magische kaarten middels symbolen en anders in de handleiding nog een keer uitvoerig hoe ze gespeeld moeten worden. Die kaart die je inzet, die ben je sowieso kwijt, ongeacht of je hem hebt kunnen gebruiken of niet. Je zet hem in en dan heb je hem klaar om in deze ronde te gebruiken. Komt de gelegenheid niet naar voren, dan is het gewoon weg. En de derde stap is dat we daadwerkelijk gaan vliegen en dat we dus ook de spreuken gaan casten. Ik heb gekozen voor een snelheid van 800, dus ik pak de lat 800. Jullie zien dat de latjes hebben allemaal een gekeept uiteinde. En naarmate de snelheid groter wordt, is deze hoek kleiner. Deze hoek is meer dan 180 graden en hier is het alweer een stuk minder dan 180 graden. En je zult zien dat als je een heel kleine snelheid hebt, dat je ontzettend grote hoek hebt. En dat betekent gewoon dat je goed kan manoeuvreren. Want hoe bepaal je waar je heen gaat? Je houdt je draak vast. Je legt de lat tegen. En elke draak staat op zo'n hexagon voet. En heeft 1 punt aan de voorzijde. Dat is de kant waar we op gaan. Die punt, daar leg ik mijn lat tegenaan. Ook in het midden. En vervolgens ga ik die lat bewegen. Die kan, afhankelijk dus van jouw snelheid, kan die een klein beetje bewegen. Met 800 kan ik niet zo heel veel draaien. Maar pak ik bijvoorbeeld de 400 snelheid en ik leg die op de hoek, dan zal ik zien dat ik die veel verder kan draaien dan dat ik die 800 kan draaien. Dan ga ik gewoon kijken van waar kan ik naartoe. En daarbij mag ik natuurlijk niet zeggen, ik snij even dwars door de randen heen. Ik moet wel langs het parcours vliegen. Dat wordt uiteindelijk mijn positie. Dan laat ik de draak los en ik hou deze vast. En vervolgens plaats ik de draak hier weer met de achterzijde in hetzelfde gaatje. En dan mag ik de draak ook weer draaien binnen de lat. En daarmee kan ik hem dus alvast een klein beetje insturen in de bocht. Want ik moet zometeen natuurlijk wel het hoekje om. En zo bepaal je waar je heen gaat. Ik heb de magische kaart nog niet geraakt. Dus in dit geval is dit het einde van mijn verplaatsing. Dan gaat de andere speler, die heeft misschien gekozen voor 500. Die legt hetzelfde principe, zijn 500 latje neer. Nou, die heeft zoiets, ik ga gewoon rechtdoor, want ik heb nog tijd zat. En dan kan ik hier alvast een klein beetje indraaien. En terwijl ik dit doe, zien jullie het eerste probleem met dit spel al. Het is heel makkelijk om zo'n draak iets aan te raken. En dan verdraait hij, verstoot je hem al. En dan staat hij alweer een beetje anders. Als ik met mijn draak, en dan beginnen we eerst even met een crash die we doen richting de wedstrijdbaan. Mijn verplaatsing eindigt en een gedeelte van de basis van mijn draak raakt de zijkant van de racebaan. Dan verlies ik onmiddellijk 1 energie.
En dan word ik weer terug in zijn geheel op de wedstrijdbaan geschoven. En dan gebruik je weer die lijnen om je positie te bepalen. En dan mag ik wel mijn draak zo draaien als ik zelf wil. Gebeurt het zelfs dat ik helemaal buiten de baan zou eindigen, dan verlies ik eveneens één energie. En hetzelfde principe, dan ga ik ook, mag ik zelf weer terug geplaatst worden op de racebaan in een richting die mij uitkomt. In beide gevallen draai ik mijn snelheid terug naar 100 DS. In dit spel is de snelheid omgezet in DS, drakensnelheid. Dan ga ik dus weer met 100 DS liggen. Zou ik een andere draak rammen, dan kost me dat ook 1 energie. Mijn snelheid wordt met 100 teruggeschroefd. En de draak die ik ram, die beuk ik naar de buitenkant van het parcours. Zelf kom ik dan op gelijke lijn te staan met de draak die ik geramd heb. En ik mag mijn draak dan weer draaien zoals ik zelf wil. Mocht hier geen ruimte zijn voor de draak die ik ram, omdat er al iemand anders staat, bijvoorbeeld een witte draak, dan ram ik hem naar achteren. Het kan zo zijn dat je tijdens de race geen energie meer hebt. Dat is geen probleem, maar als je geen energie hebt en door wat voor reden dan ook moet je nog een keer een energie afleggen. Je kunt dat dus niet. Dan krijg je de debilitatus kaart. Wat die kaart doet is, je krijgt 2 energietokens terug. Je moet alle magische kaarten die je hebt afleggen en je maximale snelheid is 500 geworden. Daarnaast moet je je draak terugzetten op de laatst gepasseerde energiepool, maar dan mag je hem wel weer zo draaien als dat je zelf wilt. En de snelheid waarmee je daar op dat spoor komt is 300. Hoe krijg ik die debilitatuskaart weg? Door een tweede energieveld aan te raken. Dus ik moet eventjes vliegen naar het volgende energieveld. Dat moet ik met de basis van mijn draak aantikken. Dan gaat deze kaart weg en dan kan ik weer gewoon doorracen. Mocht ik, terwijl ik een debilitatuskaart heb, weer al mijn energie kwijtraken, is dat op zich nog geen probleem, maar zou ik dan zonder energie nog een keer energie moeten betalen, dan zou ik een tweede debilitatuskaart krijgen. Dat kan niet, dus dan word ik gewoon permanent uit het spel verwijderd. Dan ben ik gewoon verloren. Het laatste wat ik jullie nog even mee wil geven, is je hebt de vuurbal en nog een paar andere spreuken die over een afstand vuren op iemand. Die moet je dus van tevoren klaarleggen. Dan ga je wachten tot je aan de beurt bent. In dit geval moet ik eerst verplaatsen en dan activeert mijn spreuk. Voordat ik die spreuk activeer, moet ik aanwijzen welke draak ik ga aanvallen. En ik mag dus niet van tevoren even zeggen, ik pak de 600 en ik ga even meten of ik daadwerkelijk die draak kan raken. Dat mag ik niet doen. Ik moet eerst zeggen, ik ga bijvoorbeeld op de witte draak vuren. Dan pas mag ik de bijbehorende afstand pakken, in dit geval 600, en kijken of ik die draak überhaupt kan raken. Nou, in dit geval gaat dat makkelijk lukken, dus is dat geen enkel probleem. Maar soms dan zit je net zo van, is het ver genoeg? Raak ik hem net wel, raak ik hem net niet? En ook vuurballen kunnen niet dwars door de randen van het bord heen. Zo racen wij over het bord. Degene die als eerste over de eindstreep komt, is de winnaar van Dragon Riders. En zo wordt dit spel gespeeld. Wat Dragon Riders heel goed doet is sfeer maken. Het speelbord, de racetrack, ziet er fantastisch uit en omdat het modulair is kun je hem elke keer anders maken. Heel veel detail, heel fraai gemaakt. Dan hebben we natuurlijk onze draken miniatuurtjes die er ook heel tof uitzien. Je hebt die prachtige banen waarmee je die afstand berekent die er gewoon ook stoer uitzien. En het spreukendek. Elke spreuk heeft een Latijnse naam en het artwork en de vormgeving van de kaarten zelf doen mij denken aan pagina's uit een grote grimoire met allerlei oud-magische spreuken. Het ziet er gewoon heel tof uit. Het principe van het racen werkt ook prima. Je moet van tevoren gaan inschatten hoe ver kom ik, welke snelheid heb ik nodig. Je mag gewoon niet van tevoren al even een baan pakken met de snelheid en kijken van ja, waar kom ik dan ongeveer uit. Je moet dus gewoon op het blote oog schatten hoe ver kom ik met een bepaalde baan en kan ik dan de hoek, de bocht maken zonder dat ik dan wel tegen iemand anders aanklap of vol tegen de muur aanvlieg. En ik moet ook nog eens een keer gokken of ik een spreuk nodig heb of niet. Want heb ik hem niet nodig, dan verpest ik hem. En dat is doodzonde, want het is niet alsof je bulken met spreuken naar binnen trekt.
Dus je bent elke keer aan het puzzelen van ja, wat heb ik nodig? Wat voor snelheid ga ik doen? Ga ik iets sneller? Ga ik iets langzamer? Meer snelheid, natuurlijk een grotere afstand, maar dat betekent dat ik veel moeilijker een bocht kan maken. En dat is natuurlijk realistisch. Dat speelt gewoon heel erg leuk. Je bent elke keer aan het dubben, aan het puzzelen. Hoe kan ik optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die ik heb? Tegelijkertijd heeft dit spel een heel groot nadeel. Zoals ik al zei in de uitleg, de draken miniatuurtjes zijn heel wankel. In de zin van, ze zijn groot en voor je het weet tik je er per ongeluk eentje aan, draait hij een klein beetje. En met dit soort speelstukken, ja, een klein beetje draaien maakt gewoon uit. Want dat betekent dat je een bocht ofwel of niet kan halen. Verder zijn de draken zelf groter dan de basis. Wat inhoudt dat als ik ze dicht bij elkaar zet, ze in elkaars vleugels, staart, kop blijven hangen. En dan stoten ze elkaar ook weer aan. En tot slot hebben we natuurlijk die prachtige kartonnen banen. Die zijn niet flexibel. En als ik dan langs draken wil, of ik ben aan het meten, je tikt maar zo een draak weer aan. En dan verstoor je ook die baan weer. En dat is gewoon heel erg jammer. Want het spel ziet er ontzettend gaaf uit. En met de magische spreuken is het gewoon echt heel erg vet. Je bent aan het vliegen, vuurballen op elkaar schieten, magische landmijnen laat je voor elkaar achter. Je tikt energiepoels aan om meer energie te krijgen, zodat je nog meer klappen kan opvangen. En het is gaan. En het principe van hoe snel ik ga, hoe kleiner mijn draaihoek, is gewoon ontzettend tof gedaan. Maar het werkt helaas niet. Hoe graag ik het ook wil en hoe mooi het spel er ook uitziet, het spel werkt helaas niet. Met twee, drie spelers is het nog redelijk goed te doen, omdat je dan maar een paar draken op het circuit hebt zitten. Ga je naar vier, vijf of zes spelers, dan zitten er zoveel draken op het speelbord dat je elkaar constant in de weg zit. En dat betekent dat je elkaar constant aantikt. En ja, omdat het spel op zich heel erg zwaar hangt aan hoe precies jij een bocht kan maken, afhankelijk van de snelheid. En als je dan elkaar aantikt, waardoor je weer schuift, verplaatst. Ja, dan is het systeem gewoon kapot. En dat is doodzonde, want dit had gewoon een heel mooi spel kunnen zijn. En het is om die reden dat ik dit spel helaas een 3 moet geven. Naast Spellenzolder.